Hoi, Peter hier. Um, eerst maar even terug naar de video van gisteren die ik gemaakt heb over, over de, de demonstratie, de mars, de protestmars, hoe je het ook wil noemen, in Amsterdam afgelopen zondag. Ik heb daar heel veel reacties op gekregen. En eigenlijk voor het eerst dat ik echt mensen inhoudelijk ga reageren in plaats van. Uh, ik, ik krijg best vaak reacties op mijn video's, maar nu echt. Met, met uitgebreide, sommige mailen mij, berichten mij. Uh, als je mij wil vinden, dan ben ik echt wel te vinden. Um, dat, is, dat is bijzonder. Blijkbaar heb ik twee dingen. Twee. Het eerste, dat, ik, ik, ik moet dat zeggen voordat ik verder kan. Uh, mensen hebben de boodschap niet, niet begrepen. En dat is dan waarschijnlijk mijn, dat is dan mijn, mijn fout geweest. Dat de boodschap die ik wilde brengen niet helder is. Mijn boodschap was dat het, eh, dat het. Hoe moet ik dat nou? Dat de beeldvorming zo gemaakt is dat het niet zo druk was. Dan wat er bij de vorige demonstratie gezegd is. Bij de vorige demonstratie, de dem, bij de vorige demonstratie werd gezegd: er, waren, er gingen. 100.000 ging het rond, 200.000, 250.000, dat was het verhaal wat er rondging. Terwijl er waarschijnlijk vorige keer, ik, ik, ik weet het niet, maar misschien 50.000 zijn geweest. Is nog een heleboel mensen. En die mensen hebben, nog, die hebben het zelf leuk gehad in die zin. Uh, toen is gezegd: van luister, we laten, we laten nu iemand een officieel bureau tellen. En nu kwamen ze uit, ik, ik weet het niet eens, ik heb niet eens officiële telling gezien. Maar iets van 20.000, 25 25.000 misschien. Oké. Okay. De beeldvorming die is neergezet in mijn beleving. En zo denk ik erover. En dat is niet om mensen weg te zetten als, als, als kansloos dat ze daar gelopen hebben. Want Heidi, mijn eigen Heidi heeft meegelopen. Um, want anders had ik hier niet zo over zitten zonder een blauw oog. Dat is ook een grapje. Uh, maar um, de beeldvorming die is neergezet van luister. Uh, eh, uh, al die, die, die complotdenkers, die wappies en die, die, en die roepen maar wat en we zijn met zoveel. En we waren vorige keer waren met 100.000 man en 200.000 man, want die verhalen gingen de ronde. En waar die, waar, waar die getallen wegkomen, dat zouden we moeten onderzoeken. Nou, we, ik niet in ieder geval, want ik laat het erbij. Um, want dat, dat, gaf, dat gaf in één keer het moment. Wow, we zijn echt met heel veel. En wat, ze gedaan, wat er gebeurd is afgelopen zondag is met name door die helikopterbeelden, is dat de beeldvorming heeft laten zien. Jongens, zo groot was het allemaal niet. En dat er 25, 30, misschien wel 40.000 man waren, dat geloof ik graag. Dat geloof ik wel. Alleen de beeldvorming. En dat was mijn boodschap van het hele verhaal. Um, en, en dan, daar moet ik maar even bij laten. Want ik denk dat een, ik... Hé, hey, luister. Mensen volgen mij omdat ik zeg, ik ben Peter. Hallo, Peter, hier. en ik heb een mening en ik durf hem wel te zeggen. Dat is mijn mening. En je hoeft het echt niet altijd mee mee eens te zijn. En dat vind ik helemaal goed. Nu hebben we in ieder geval weer even een discussie. Want ik denk wel dat we elkaar scherp moeten houden. En ik kan het mis hebben. En als ik het mis heb, dan ben ik de eerste die het toegeeft. En als ik, als ik serieus nog steeds denk dat ik het niet mis heb, geef ik het ook niet toe. Behalve dan mijn, mijn, mijn fout was dat ik niet goed kon. Goed, niet, Waarschijnlijk blijkbaar niet goed genoeg gecommuniceerd heb wat ik bedoelde met de beeldvorming. Ik ben niemand aan het bashen in die zin dat mensen die daar gelopen hebben, dat dat sukkels zijn, want sommige mensen, die, die, dat is de berichten die ik dan krijg. Dat is dus niet waar. Je hebt daar gelopen, waarschijnlijk voor je eigen, voor hè, het, het verbinden met het, het zoeken naar, naar de energie. Dat heb ik ook gezegd in een, andere, in de, in een vorige video. Echter, de beeldvorming die is ontstaan. Want ook, ik begreep dat die beelden ook naar AT5, dus het zijn de normalere, hè, de meerdere mainstream media-achtige kanalen, die hebben beelden overgenomen van die helikopter. En sommige demonstranten, mensen die mee hebben gelopen in de demonstratie, hebben het ook gezien. En ook van hun hoor ik dat dat teleurstellend was. De beeldvorming is gezet door die beelden, onder andere. Van de helikopter. En dat was mijn boodschap. En nu gaan we naar what the fuck happened yesterday. Facebook eruit, Instagram eruit, WhatsApp lag eruit. Mega, mega, mega storing. Volgens mij 75% van de wereld had last van deze storing, dus niet iedereen. Tenminste, niet, het was niet echt volledig, 100% wereldwijd. Uh, uiteraard kom, komen daar de berichten binnen van, dus van, een update storing en bla bla. Hé, hey. ik denk daar wat van. Er is serieus iets aan de hand. Er is iets gebeurd gisteren. Oké, okay. dan. We hebben nog steeds die twee tijdlijnen. Die zijn er nog steeds. Is dit, valt dit onder het plan van Klaus Schwab? Was dit een cyberattack waar hij het over had? Of is dit een plan van de Whiteheads? Van Q. Uh, die zegt, want die zegt ook van alle media gaat plat. En zoals ik het begrepen heb, gisteren was alleen maar... Mark Zuckerberg, zijn al zijn bedrijven die plat gingen. En dit was een voorproefje. Dit was een voorproefje van wat er de komende dagen kan gaan gebeuren. Um, en als dat zo, als dat zo is... Eh, dat wordt dan ook direct wel in die groepen bijgezet. Weet dat het gaat gebeuren. We hebben het er, hebben het er al zo vaak over gehad. Wees voorbereid. Het kan maar zo zijn... En want ik zag, ik, hoorde, ik zag en ik hoorde en ik las gisteren ook de stroomstoring in verschillende steden. In ook in Nederland. Ook in andere landen. Dat, dat er echt wel, wel, wel serieuze um, dingen aan de hand kunnen zijn. Als het zo is, bereid je gewoon voor. Zorg er gewoon voor. Stel, nu voor. stel je nu eens voor dat de stroom er echt voor een dag of twee dagen, misschien wel drie dagen afgaat. En, en nogmaals, ik denk ook serieus dat in Nederland, dat denk ik wel misschien is dat naïef, maar dat denk ik wel. Ik denk wel dat het in Nederland, wat dat betreft, meevalt, omdat onze infrastructuur best wel goed geregeld is. Maar bijvoorbeeld Engeland, hè, hebben ze al gezegd, van het kan best zijn dat Engeland echt wel uh, een, een paar dagen totaal zonder zit, hè? want daar in Engeland gebeuren ook hele rare dingen, hè? We hebben we al gezien, ook met die overstromingen daar. Um, bijzonder, bijzonder. Trouwens, het beeld wat nu geschetst wordt dat in Engeland dat er in heel Engeland een tekort aan brandstof is en dat het leger ingezet moet worden uh, om, om te zorgen dat, dat de mensen daar brandstof krijgen, dat is een beetje een vertekend beeld, heb ik uit hele betrouwbare bron. Uh, want die zegt, uh, die woont in Engeland. En zoals ik begrepen heb, die zegt, er is heel, hier is helemaal niks aan de hand. Er is misschien om één of twee, een of twee plekken waar dat dan is. En misschien is het, misschien zelfs maar één, maar. Hey, dat weet ik ook niet. Uh, maar dat wordt weer verschrikkelijk uitvergroot op mainstream media. En dat is het gewoon. Alles wat op televisie is, alles wat op de normale televisie is, moet je echt met een korreltje zout nemen. Of misschien denken dat het andersom is. Weet je wel, het is lastig, ik snap het, maar het is echt lastig. En daarom blijf ik erbij. Je moet terug naar je eigen, naar je eigen gevoel. Geloof niet zomaar alles meer wat, er, wat je voorgeschoteld wordt. Um, dus yes. in ieder geval, vorige gisteravond, Facebook lag eruit, uh, Instagram lag eruit, WhatsApp lag eruit. Uh, voor degene die, die uh, niet wakker was en niet, 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 niet zich verdiept heeft in wat er de laatste tijd aan de hand is, ja, die, die, die heeft een uh, waardeloze avond gehad gisteren, uh, want het hele sociale leven lag op de kop. Voor degene die, die wel uh, al een beetje bezig, postje bezig is, die denkt van oké, okay, wat gaan we doen? Wat is de stap? Um, dus wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Ik probeer me vandaag en vanmiddag een beetje in te lezen. En uiteraard heb ik gisteren de groepen gevolgd, want op, op, um, op uh, Telegram was het natuurlijk heel druk. Uh, Signal, werd, <laughs> Signal werd in één keer heel erg druk. En Twitter deed het ook nog gewoon. Bijzonder. Uh, Twitter is bijzonder, in de zin, ook in de zin van dat, dat volgens mij Trump aangegeven heeft dat hij weer op Twitter wil. Oké. Okay? Dus en nu wat alleen maar uh, alles wat met wat Mark Zuckerberg te maken heeft, dat werd er even uitgeflikkerd gisteren. En uh, met Twitter niet, hm. bijzonder. We gaan het zien, we gaan het zien. Ik, ik, ik volg best wel heel veel. Net als de meesten van jullie. En er uh, is natuurlijk een, je wil, je, je wil een, een lijn geloven, je wil iemand geloven. Dus en het mooiste in ons geval zou zijn dat die, dat die queue drops en dat dat uitkomt. Dat, dat, en de 10 de Days of Darkness en dat verhaal. Dan hoef ik niet geen 10 Days of Darkness te hebben, maar weet je wel dat, dat alles plat gaat. Een Zara Zara komt erin. En alles is dan weer goed. Maar we hebben eerst nog even 10 dagen van duisternis. Um, dat is natuurlijk het plan wat wij hopen dat het is. Maar ik hou er ook nog steeds. Goed rekening mee, dat ook het plan van Klaus kan zijn. Dat hoop ik ook. Uh, voor hetzelfde geld hebben ze gisteren gewoon een enorme reset gedaan bij, bij Facebook, uh, waardoor ze allerlei dingen geïmplementeerd hebben, waardoor er nog meer controle mogelijk is. Uh, het zou kunnen, het zou kunnen. Uh, en voor hetzelfde geld, kijk als straks bijvoorbeeld een, een, een youtube draaf gaat even en, en weer terugkomt. Voor hetzelfde ze bij YouTube ook, YouTube ook, dat verhaal. En wij hadden ook een, 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 we kregen ook in één keer weer een ban op YouTube van een film. Het is nu, dat was, dat was dan in september, eind september, maar er was een, een video die we in augustus hadden opgenomen. Ik hoorde vanmorgen uh, van Wim, die had er ook, Wim, had ook weer een ban van een filmpje die hij in juni hadden opgenomen. Dus ze zijn echt aan het zoeken, ze zijn aan het zoeken. Um, dus oké, okay, dus we, we houden het in de gaten. We weten het niet. We weten het niet. En natuurlijk uh, de, 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 de Intel kanalen die, die draaien een half uur op dit moment, dat, dat, nou, hey, die volgen wij al anderhalf jaar. En um, dus in die zin dan, dan, dan grijnzen we degene die dat volgt van luisteren jongens, nou ja, het zal het dan nu gaan gebeuren. Zal het dan nu echt gaan gebeuren? Komt dan nu ook die 10 Days of Darkness, die Emergency Broadcasting System? Uh, komt dan de, het Nuzara Gezara, wordt dat dan nu uitgerold? Um, dat hopen we. Dat hopen we echt. Dat hopen we echt. Ja, dat hopen we echt. En, en ja, ik kan een heleboel. Andere theorie op loslaten, maar dat hopen we. En anders zitten we in de verkeerde tijdlijn als dat zo is. En uh, stel, dat, stel dat we in de verkeerde tijdlijn zitten, en dan, en dan stopt het nog steeds als wij stoppen. <coughs> het, het, het verhaal wordt er niet anders van. Als wij een tijd, een, een kant op gaan waarvan wij denken, samen denken: van luister, dit is niet goed, jongen, dit is niet goed, dan stoppen wij. We the people. <laughs> Uh, uh, power to the people, dat is het. Het is zo oud als de weg naar Rome en nog houer. Het is altijd zo geweest, maar de mensen moeten wel verbinden. En. <laughs> ja, ik soms. Ik doe heel veel, de, eh, niet heel veel. Ik doe alles ongescript. Ik, ik heb geen script. Ik ga zitten en die, die, die camera die gaat aan en ik heb het idee dat ik iets moet zeggen. En, en dan heb. Eh, ik heb een klein beetje nagedacht waar ik, wat ik het over ga hebben. Maar ik heb geen script. En soms komen er dingen uit waarvan ik achter denk: Man, oh Peter, had je misschien anders moeten zeggen. Maar dat ben ik. Dat ben ik. En, en, en uh, mensen die ik echt. Ik heb best veel, veel reacties gehad op mijn, 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 mijn laatste film. En daar doe ik echt iets mee. Hè? In de zin van: van uh, kijk, Als je zegt zak maar in een strand en ik kijk nooit weer naar een, naar een dikke doei, dan ga je lekker naar een ander. Maar. Uh, kijk, daar kan ik niks mee. Maar als mensen een serieus verhaal hebben en hun, hun visie vertellen, kijk, ik luister, ik luister daar echt, ik, dat het ook echt waar, ik luister daar echt naar. En dat zal in sommige gevallen mijn, mijn, mijn mening, zal ik daarop aanpassen. Dat is gewoon zo. Waar ik me van bewuster ben, is dat ik, uh, uh, doordat je wat meer volgers krijgt, uh, dat er ook mensen, als ik ergens uh, tegen een heilig huisje aan ga trappen, schoppen, even, even kijken wat daar beweegt, uh, dat niet iedereen het fijn vindt. Dat, dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Echter, ja, soms op het moment dat ik aan het opnemen ben, snap ik dat niet. Want dan zit ik gewoon echt, ja, hallo, dit is mijn mening. <laughs> en, uh, maar ik ben me er wel van bewust. Maar ik, en, waar ik, en dat is nou weer een ander ding. Waar ik mij ook van bewust ben, is dat ik niet te veel, uh, ik moet mijzelf niet veranderen om het even in dit geval even generaliseren... Hè, want dat doe ik ook graag... om het jou naar de zin te maken. Want dan zijn wij... dan zijn we zeker... Ja, dan heeft dit kanaal geen zin. Ik ben er juist... voor mezelf ten eerste... omdat ik denk van... sommige dingen kloppen niet... en een heleboel dingen kloppen niet. En uh, sommige dingen waarvan... een heleboel mensen alweer denken dat, dat ze wel kloppen... daarvan denk ik ook dat het niet klopt. En dat wil ik gewoon kunnen zeggen... En dat er af en toe iemand afvalt. Het is zo. Jongens, het, het, ik kan daar niet zo heel veel mee. Maar, maar ik, als, het is wel zo. Um, ik zal nooit bewust iemand kwaad doen. Tenzij die persoon mij aanvalt. En dat gebeurt ook. En um, ja, kijk, dan hou ik me ook niet stil. Zo simpel is het. Dat na, laatst... No. Even kijken. Dus we, we houden het in de gaten. We moeten, het, we moeten het in de gaten houden wat er aan de hand is. Het is, het is wel serieus. Kijk, dat, dat van gisteren is geen gewone storing. Het was trouwens niet alleen Facebook en wie die storing had. Ik zag een lijst er voorbij komen dat bijna ieder, ieder netwerk DigiD ligt er volgens mij ook uit. Mooi, is wel bijzonder hè. Um, dus uh, daar gaan de verhalen rond dat het, dat het hackers zijn uit China en Rusland. Dat dus dat China en Rusland daarmee te maken heeft. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet gezegd. Het, het kunnen wel een Chinezen zijn, het kan wel een Chinezen en een Rus zijn, dat zou gerust. Maar dat wil niet zeggen dat het China of Rusland is. Uh, maar in ieder geval dat er iets aan de hand is en dat ze iets groots gedaan hebben als Facebook het niet zelf gedaan heeft. Want dat is nog maar de vraag. Um, want er was ook iets met een klokkenluider die iets naar buiten wilde brengen. En misschien heeft Facebook wel dan maar gezegd van hoppakee, weg met je rotzooi. Zou kunnen. Het verhaal ging rond gisteren dat alle gegevens, 1,5 biljoen geloof ik mensen, gegevens van 1,5 biljoen, al aangeboden werden op de Zwarte Markt. Dus, um, dus dat. Uh, vooralsnog doet het het weer. Alles staat er volgens mij nog steeds op. Ik heb nog niet echt goed gekeken. Maar um, we moeten het wel in de gaten houden. En dat is, maar goed. Hey, dat is wat ik gedaan heb. Ik hoorde gisteren ook de storingen, hè? de, de pin-dingetjes pin storing. Goed. Um, ik ga je zeggen wat ik gedaan heb gisteren. Wat wij gisteravond nog gedaan hebben, later op de avond, is onze auto's vol, volgetankt. En vanaf nu zal ik ook zorgen dat dat ding ook altijd zo goed als vol blijft. Uh, want als je lege tank hebt, dan kun je straks dus... En er is een grote storing, dan kun je dus niks meer. Dus dat heb ik gedaan. Uh, we hebben nog een beetje geld gepind, Want cashgeld in huis is altijd handig. Dus dat heb, dat heb ik ook nog gedaan. En dat, dat, dat zijn wel van die kleine dingetjes die je kunt doen. Uh, voor, voor degene die verder nog niet zo heel erg voorbereid is, dat, dat je dat dan wel hebt zorg, zorg dat je tankvol is. Uh, want nogmaals. als je kijk straks, als, je, uh, als er een grote storing is, bijvoorbeeld bij, bij betaalautomaten, dan kun je het niet meer pinnen. Dan kun je het ook niet meer tanken. Bij de meeste niet meer. Dan houdt dat, dan houdt dat gewoon dus op. Um, als dat niet meer kan, uh, dan, kunnen, dan kunnen, en dat houdt een dag of twee aan, dan kunnen vrachtwagens ook niet meer rijden, want die kunnen ook niet pinnen. Uh, en dus worden de winkels niet bevoorraad. Dus, dus mensen, moet, je moet echt gaan denken van die keten, hoe dit, die keten in elkaar zit. Dus als er ergens een lijn doorgeknipt wordt, dan is alles achter die lijn. Dat is dan einde verhaal, en dat kan binnen een dag, dat kan binnen twee dagen, binnen een week, maar dat houdt een keer op. Uh, dus dat. En daar en, en worden kunstmatig een heleboel voedsel. Er, er wordt kunstmatig een voedseltekort, een productentekort gecreëerd. Want als je laatst zag ik. een, 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 een uh, Je hebt, je, je hebt uh, flight tracker, en dan kun je dus zien wat, wat, hoe, welke vliegtuigen er in de lucht zitten. En zo'n zo app, zo app heb je ook voor boten, schepen. Uh, hoeveel schepen er, want er was in Amerika dan, voor de havens van in Amerika liggen, dat is bizar. En die liggen daar gewoon voor anker en die mogen de haven niet in. En dat is bizar. En die liggen daar en die liggen daar, er wordt serieus een voedseltekort gecreëerd. Want dat is niet normaal. Er is geen reden dat die, dat die schepen daar blijven liggen. Um, de uh, aandeel Facebook was natuurlijk gisteren gedaald. Elder. Ik heb gisteravond de beurs in de gaten gehouden. Alle beurzen. Daar heb ik geen heftige reactie gezien. En dat is weer bijzonder. En dan denk ik ook van: dan denk ik ook van are we watching a movie, hè? Wat, wat ook zo vaak gezegd is. We kijken naar een film. Het is allemaal al gebeurd. Is dat dan zo? Ik, eh, dus van een Facebook-aandeel. Facebook, Facebook is best heel groot op de beurs. Dus die, die en. en Kijk, als een, als een belegger uh, serie, uh, nerveus wordt, dan, is het, dan zijn het. Dan Facebook is een tech company. Dus dan zal dat, dan, dat heel veel tech bedrijven mee naar beneden trekken. Uh, is het niet gebeurd. Ik heb, ik heb het gisteren in ieder geval niet gezien. Het was niet noemenswaardig. Maar goed, de, de zogenaamde Black Swan Event. Uh, die, dat draaiboek is ook weer in één keer weer heel actief. Wat gaat er gebeuren? Uh, Amerika's is officieel is volgens mij nu. Nu of de 15e. Een van de twee. Uh, officieel failliet. Het is Maar goed, is alarm. Maar goed nu is het weer, weer zo'n ronde. Het, is, het land is failliet. Het land is failliet. Kan zijn schulden niet betalen. Dus weet je, het zijn allemaal van die dingetjes. Je moet het allemaal bij elkaar zien. Er, het, het is iedere keer weer een druppeltje in de jammer. Weer een druppeltje in de jammer. En, maar, en wat en waar we op wachten is die laatste druppel. Daar wachten we op. Wat is die laatste druppel dat de Emmer doet overlopen? En als die overloopt, dan, dan gutst dat ding. En dan is er ook geen stappen meer aan. Dan krijg je een tsunami. Dan gaan de, de floodgates, zoals ze dat noemen, die gaan open. En dat, dat zal een tsunami zijn van van, van, van evenementen, van, van rampen, van, van alles en nog wat. Uh, um, dus dat, dat, dat zal een heleboel dingen triggeren. En het kamp van Klaus zal het gooien op de Great Reset. Dat zal, dat zal mainstream media doen zolang ze nog in controle zijn. En eh, het andere kamp zal zeggen: Jongens, dit, dit is uh, Gezara. En komt eraan. Dus. Um, het blijft lastig. Het blijft lastig. Het blijft een dingetje. En uh, wat, wat kun je doen? Uh, wat kun je doen voor jezelf? Nou, je Zorg dat je in ieder geval voor een paar dagen... in ieder geval voor, in ieder geval voor een paar dagen... eten en drinken in huis hebt. Uh, dat zou ik sowieso doen. Zorg dat je een beetje contant geld in huis hebt. Dat zou ik sowieso doen. Ik zou, ben je afhankelijk van je auto? Zorg dat je auto vol is met benzine of met diesel. Wat dan ook. Dat zou ik sowieso doen. En de, de, Dus de echte noodzakelijke dingen zou ik doen. Um, uh, water... Ja, kijk, ja, sommigen zeggen van je laat een badkuip vol lopen, maar goed, als ik nu een badkuip vol laat lopen en ik heb hem volgende maand pas nodig, dat water ga ik echt niet drinken, dat ga ik dus niet doen. Um, een, ander, een ander idee, maar het is een idee en je kunt ermee doen wat je wilt, is kopen een waterfilter. Ga naar, naar, naar die outdoor winkels, weet je wel. Die kopen een waterfilter dan, dan van zo'n waterfilter. Dan maak je van slootwater naar drinkwater. En die dingen, dat is hartstikke, hartstikke praktisch spul. En uh, natuurlijk, daar ga je niet je hele leven mee doen, maar dat is ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we een paar dagen kunnen <coughs> overleven. Dat is een zwaar woord. Maar dat het, dat het raar zou kunnen worden, en, en misschien moeten we Engelanders iets meer in de gaten houden, uh, dat het raar zou kunnen worden, dat is helder. Kijk maar nogmaals, als het stroom uitvalt. Het het hele stroomnetwerk valt uit. Dan valt alles uit. Dan valt alles uit. Dus, en dat is wel een dingetje. En dat, is, dat, zijn geen nood, dat zijn geen noodaggregaten die er tegenop kunnen. Maar dan valt gewoon alles uit. Tenzij je zelf voorzienend bent. En je eigen stroom hebt opgewekt. En je hebt een pakket, pakket batterijen in je schuur staan. Zoals sommige mensen hebben. Die hebben dan gewoon geen pijn. Je kunt je daar eens in verdiepen. In hoe je dat kan doen. Um, en nogmaals. Je kunt zeggen van we zijn te laat. Nou, dan ben je dan als dat zo is, dan, ben, dan is het te laat. Of je zegt we hebben nog tijd. Dan is, dat, dan is dat het. En dan ga je het doen. En je van de twee. Je moet je. Maar je kunt ook blijven zitten en niks doen. Dat kan ook. Maar als het dan zover is. Ja. Hey. Ik. Ik, um, ik heb hey, in, in ieder geval. Al voorbereid. En ik kan wel zeggen wat ik heb. Wij hebben wa een waterfilter. Dus wij kunnen van... We hebben, een, en we hebben water in, in een sloot. En we hebben een pomp. Uh, dus een waterfilter hebben we. hebben we. We hebben een aggregaat. Stroomaggregaat hebben we. Dat hebben we ook. We hebben een houtkachel. Dus we hebben het ook warm. Die hebben we ook. Um, nou, en we wonen op het platteland. Dus voedsel, eten krijgen... dat, dat lukt sowieso... En we hebben, we hebben ingeslagen. Wij hebben echt maar voor een paar maanden voorraad. Nou hoop ik niet dat de stroom eraf gaat, want dan hebben we daar wel weer een dingetje. Maar uh, het, het is er wel. Wij, hebben, wij, wij zijn in die zin. En we hebben contant geld. Uh, en we hebben wat. Dus ja. En als jij nu denkt, nou dan kom ik even bij je contant geld aan. Nou, welkom. Kijk of je weer wegkomt. <laughs> daar zijn mensen ook zo panisch over, hè? Oh, maar goed. En hebben, hebben ze, nou, noem maar eens wat, duizend euro in huis. Dat is veel geld. Oh, maar goed, heb ik duizend euro? Oh, wat moet ik daarmee? Ja, nee. De meesten hebben schoentjes aan van 300 euro en een broek van 200. En, en, en staat een auto op de arbeid van 40.000. Ja, ik zie het niet. Je moet je overal een punt van maken. En dat, is, en dat is ook wat gebeurd is. Ze hebben ons zo bang gemaakt voor geld. Zo bang gemaakt voor geld. En er is mij ook overkomen, en dat je je schuldig voelt dat je zoveel geld hebt, contant geld, alsof je de grootste crimineel bent. Ja, geld is geld, jongens. En ze moeten het accepteren. En als er een winkel is die het niet accepteert, ja dan niet, dan ga je naar een ander. Dan zijn er vast van die kleine ondernemers die zeggen, ja, kom maar op. Uh, dus bereid je gewoon een beetje voor. Doe het, nou, je moet helemaal niks, maar ik zou het doen. <coughs> en zoals gisteren. Wat we gisteren gezien hebben met een Facebook, als het met een Facebook kan, en dat is zo'n serieus bedrijf, hè. Dat is geen kleintje. En die hebben echt hun shit wel voor elkaar. Maar als het met een Facebook kan, volgens mij hebben ze de hackers, degene die dat gedaan heeft, vooropgesteld dat Facebook het niet zelf gedaan heeft, want dat weten we nog niet. Uh, hebben ze laten zien, luister jongens, we hebben jullie allemaal bij de ballen. Maar als we dit kunnen wereldwijd, dan pakken we jullie ook Eén voor één, stuk voor stuk. Dat denk ik. Dat denk ik. Dus het zijn interessante tijden. interessante tijden. Afhankelijk van welke. waar je een beetje staat. Um, Whiteheads, Q, Weet je, alles komt goed. Daar ben ik het van overtuigd, trouwens, dat alles goed komt. Uh, maar volg je die lijn? Ja, dan heb je gisteren een, <coughs> een hele, hele, hele leuke avond gehad. Uh, volg je de andere lijn van Klaus, ben je daar bang voor? Ja, dan, dan, ja, dat snap ik ook. En sommigen zijn onwetend, die hebben een klote avond gehad, want die hadden geen sociaal leven meer. het Sociaal leven was af, was weg. En daarom zeggen we ook steeds verbinden, verbinden, verbinden. Dat doe je online, uiteraard, helder. En dat doe je als je, als je dat wilt, dan ga je naar zo'n zo mars toe, helder. Maar het moet duidelijk zijn dat je daar bent om te verbinden en niet om het te doel te bereiken. Want die, dat nogmaals. Uh, dan krijg je me niet in mee. Dat geloof ik niet. Maar wel om te verbinden. En ik weet dat daar mensen zijn die er hele leuke contacten over houden. En verbinden doe je ook in, gewoon in je eigen regio. Dat doe je dus ook. Um, wat is het nu? Morgen ben ik hier in de buurt, bij ons in de buurt, bij Hoge Zand in de buurt, hebben we een bijeenkomst. En volgende week ben ik in Stadskanaal. Uitgenodigd in, voor, bij een groep in het Stadskanaal. Gaan we daar naartoe? En dan zitten we weer volgens mij. Dan is er nog een, nog, een, nog een goede club in Roden. Gaan we naartoe? Uh, binnenkort 10 oktober Hoogveen. Naar Jan. Gaan we naartoe? Dus uh, meer van dat soort dingetjes ga ik ook doen. Ga ik ook doen. En uh, nou, dat was hem even. Ik, er is een heleboel wat ik wil zeggen. Maar ik. Soms heb ik de knop gevonden bij mezelf dat ik denk van, doe maar even niet, Peter. Hou je maar even stil. En dat is vandaag. Hé, hey, ik wens je een hele fijne dag. Um, het wordt vervolgd. Wordt vervolg. Interessant, interessant. Ik, de, de radio, daar ga ik dus nu mee aan de gang. Gisteren had ik ergens, gisteravond had ik echt zo, oké, ik ga nu live met mijn radio. Mijn website is nog niet klaar, maar ik ga nu, ik ga nu live. En eh, want, kijk, als je, je ziet gewoon vanaf het moment dat uh, al die, uh, bijvoorbeeld de facebook weer whatsapp weer dan worden in één keer mensen die willen, die willen informatie, informatie. Dus gisteravond, ik denk, ik ga live, ga live, ga live, maar ja, even later was Facebook te weer. Maar goed, ik moet, uh, ik merk wel de urgentie een beetje, dat ik uh, sneller live kan en mijn link kan delen, ja, die kan ik wel delen, maar uh, uh, zodat we, de, we via de radio de informatie kunnen delen. En dan kunnen mensen kunnen inbellen en we kunnen met een hele grote groep Mensen die met goede info hebben, kunnen we, zo, kunnen we een hele dag vullen. Dat is geen probleem, dat is echt geen probleem. Uh, dus ik moet nu even uh, aan de slag. Ik wens je een hele fijne dag. Hey, hoi hoi.